Moet je echt niet. Maar ik zat er gewoon gisteren over na te denken nog, weet je wel. Dan lag ik in bed. En dan denk ik van... Eigenlijk staat mijn hele leven staat eigenlijk op, ik zeg het echt, op eenzaamheid. Ja. Weet je wel, mijn zus was 11, ging ze het huis uit, was ik alleen. Ik heb nooit echt een vriendinnetje, zat ik laatst aan te denken. Weet je, omdat ik me hier gisteren best wel af en toe... Ja, ik voel me hier best wel heel erg alleen. Ik heb precies hetzelfde. Weet je, en dan denk ik van ja, ik heb nooit echt vriendinnetjes gehad. Weet je wel, ja, nu ook niet echt. Ja, de enige met wie ik gewoon echt op kan leunen. Er zijn wel bepaalde mensen die ik ook heb leren kennen via mijn werk. Zoals een Nancy en een Miranda, weet je wel. En ik heb gewoon echt heel veel steun aan mijn ex, weet je wel. En daar ben ik, dat zijn echt wel waar ik nu heel erg dankbaar voor ben. Maar dat had ik voorheen niet. Nee. Weet je, ik had vroeger natuurlijk ook allemaal veel ellende met Gert-Jan. Ja. En dit, daar zijn natuurlijk veel dingen gebeurd. Dus dat ik nu een goede vriendschap over heb gehouden. Ja, daar ben ik wel heel erg blij om. Daar moet je ook heel erg blij mee zijn. Maar ik voel me hier af en toe gewoon zo alleen. Ja. Maar dat is ook dat je niet alles kan zeggen. Ja, ook dat. Maar ik ben het wel een beetje, daarom zeg ik al. Het is als een rode draad in mijn leven. Weet je, alleen zijn, eenzaamheid. Ja. Het is gewoon... Ja, het is raar, want je leeft hier met... 13 andere mensen en toch ben je soms alleen. Ja, en ook met kerst. Zo, weet je wel, dan was ik weer alleen. Dan zei ik altijd tegen mezelf. Of weet je wel, of de zomer begon. Oh, nee, nu. Ik weet zeker, volgend jaar kom ik echt met een vriendje langs. In de zomer heb ik echt een vriendje. Zo zit ik al jaren, weet je wel. Nou, kan je een high five geven? Ja. Ik ben af en toe zo zat, jongen. En dan kom je iemand tegen en dan is het dan toch weer niet. Dan kom je erachter dat alles... Het is nou gewoon zo moeilijk om gewoon de rest van je leven met leuk met iemand gelukkig en gelukkig te worden. En waarom is het bij mij nooit meer weggelegd? Weet je, ik vind het zo jammer. Ja, het is ook jammer. Maar je moet niet weten, wij hebben heel veel dingen hetzelfde. Heel veel dingen. Dat kunnen we niet allemaal uitspreken hier. Maar dat doen we thuis wel. Ik laat je niet meer gaan hoor. Buiten ook niet. Ik word er af en toe gewoon... Ja, weet je... Alles wordt hier verdubbeld, je gevoel wordt verdubbeld. Ja, je emoties. Wel, kijk, je komt in je eigen leven, kom je in deze leven. Dus je neemt eigenlijk een beetje je eigen leven neem je mee naartoe. Ja. Dus je blijft een beetje hangen. Weet je, misschien zijn denken mensen wel over, heb je haar weer met de kat? Heb je haar weer met Frank? Maar het zijn wel, ja, weet je, je gaat niet vooruit. Nee. Weet je, je blijft in het oude, om nog van je oude leventje, weet je wel. En je maakt hier niet andere dingen mee? Ik snap dat heel goed. Ja? Ja. Ah, is dat de buitenkant? Ja. Oh, gelukkig. Maar zie je het ook aan de binnenkant? Nee. Dit is de buiten. Ja. Oh, kut. Kut, sorry. Waar is dat van? Oh, van schilderen met Billy. Oh. Kijk of je het nog met... Oh, dat is wel zo. Heb je andere jurk zo gehad? Ja. Nou, misschien krijg ik het nog af als het droog is. Een schuursponsjes, hè? Ja. Nou, maar snap je? Ik snap je heel goed, schat. Weet je, en dat is hier soms het moeilijke, dat je met hele jonge mensen leeft. Die snappen dat allemaal. Het is heel moeilijk om met jonge mensen hier te zijn. Daarom heb ik zoveel respect voor ons, weet je wel. Want ja, je moet het toch maar eventjes doen met voor de rest van 11 of 12 jongeren die hier gewoon erbij zitten. Ja. En je maar aanpassen. Ja. En die grote bekken. Ja. En weet je, het is af en toe best wel dat ik denk van jongens. Ja, ik snap het heel goed. Is het heftig. Maar dat snappen hun niet. Hun zien dat niet. Weet je, hun zien niet dat wij ons de hele dag moeten aanpassen. Weet je, en ik denk soms ook wel eens, oeh. Kijk, voor mij is het echt een leerschool dat ik een keer rustig aandoe nu. Ja, ook en ook dat ik niet hun allemaal, thuis had ik al lang de pan uitgeflipt. Al lang. Weet je, probeer dat hier gewoon onder controle te houden. Maar ja, het is gewoon niet makkelijk, weet je. Dan zie ik het elke ochtend weer, als ik het sanitair gebouw al in loop, denk ik, alsjeblieft. Ja, dat is schijnt. Ja, weet je, en gisteravond ook zitten we met z'n allen, was je daarbij? Met die bittergarnituur. Ja. Ja, weet je, en dan vraag ik aan Merel of zij wil frituren, oké. En dan komt Frenny naar binnen lopen. En die zegt, ja Maris, wil jij de pindasaus maken? Oh, dan kan ze toch zelf ook? Nou ja, dat bedoel ik dus. Weet je, je kan zelf ook even een pannetje saus opwarmen. Maar sommige mensen doen echt niks hier. Opruimen niet helemaal niks. Het zou ook niet veranderen.
Gisteren ook heb ik zoveel ellende over me heen gehad. Ja, ja, met Jordi ging helemaal nergens over. Spijt me zo. Weet je, en het was heel goed hoe je op je af, van je afbeet. Echt, weet je chapeau. Wat het was? Hij leek wel of hij het gewoon... op mijn Jordi. Ja, maar jij hebt 5 Jordi gehad. Daar kan ik toch niks aan doen? Nee, daar kan je ook niks dat aan ik, doen. Dat ik bezoek heb gehad, kan ik toch niks nee, aan doen? Nee, daar kan je ook niks aan doen. Weet je wel, maar het ging er gewoon om omdat ik op die gong ging slaan. En luister... Het had kunnen zijn, weet je, het was gewoon voor mij een roulettespel van oké, ik ga het gewoon doen. Weet je wel, ik voelde me gewoon stoer, ik voelde me gewoon tof, niemand durfde het. Nee. Ja, ik ga het gewoon doen. Ja. Ben ik in huis, zou ik het heel erg vinden, zou ik verdrietig zijn. Dat was de reden dat ik zei van oké, dan ga ik lekker naar mijn muur toe, mijn katje toe en naar Frank thuis, weet je wel. Maar ik denk van het kan negatief zijn, of maar poster. Het kan ook positief zijn. Je had ook kunnen zeggen, je hoort bij de laatste 5. En ik kreeg zoveel ellende daardoor overheen. Ja. Ik echt zoiets van, Jezus. Weet je? Maar het is jouw keuze daarin, hè? Ja. Heeft een ander niks over te zeggen? Nee. Het was gewoon, ja. Ja, het was alles over, bij elkaar. Heel relaxed. Ja. Ik zit gewoon even te benoemen over alles. 4. Nou ja, kijk... Kijk, ik zou tegen me eens vertellen van ja, moet ik bepaalde dingen vertellen als die vrouw komt voor de hooggevoeligheid. Dat jullie met mij een beetje meer begrijpen ook. Weet je wel, maar ik ga het niet doen, want ja, ga ik dingen over mijn leven vertellen, dan weet je, het komt allemaal naar buiten. Dat ga ik niet doen. Nee, moet je dat hou ik gewoon wel voor me. Mm-hmm. Maar kijk, ik heb een leven gehad, nog steeds. En daar heb ik het best wel moeilijk mee en dat heb ik hier ook. Het is gewoon eenzaamheid. Weet je wel, ik ben altijd best wel heel... Ja, ik weet echt wat eenzaamheid, ik ben altijd maar alleen. Weet je wel, en... Ook relaties die niet lukken, hup, weer alleen. Elke kerst, bijna elke kerst ben ik alleen thuis bij mijn ouders. Weet je, en wel mijn familie, maar ik weer als alleen. Ja. En elke keer maar van benoemen. Als enige altijd alleen erbij. Ja, en, als, en dan elke jaar, ja, in mezelf, ja, volgend jaar kom ik echt met iemand leuks thuis. Ja. Niet dus. En ik voel me hier ook heel erg alleen. Ja? Ik voel me hier echt... Kijk, je moet je voorstellen, ik ben de oudste hier, hoor. Weet je wel, en het valt af en toe echt niet mee, hoor. Die grote bekken en... Weet je wel, en dit en dat. En af en toe doe ik dingen dat ik denk van, is dit Lex? Ben jij nou echt Lex, weet je wel? Die af en toe loopt te schreeuwen en loopt te ruzie te maken. Dat is Lex helemaal niet. Weet je wel, maar je moet hier echt op je hoede zijn, hoor. Met best wel veel jongere mensen hier ook, als ouderen. Als oude? Nou, niet om hoede, maar dat er ruzie zijn, dat je een grote smoelen krijgt en dat soort dingen. Ja, ik vind het best wel heel heftig. Ik vind het best wel moeilijk. Weet je wel, en misschien komt het omdat ik te explosief reageer. Ja, het kan zijn door die hooggevoeligheid. Dus daar komt die vrouw binnenkort ook aan hier. Maar het kan ook zijn gewoon, ja, oud zeer. Ik weet het niet. Kan er allemaal uitkomen. Ja. Kijk, je zit wel met vrienden op gewoon in mijn kamer. Maar voor de rest heb ik hier echt... Ja, ik heb maar rest, maar voor de rest heb ik hier niet echt mensen dat ik denk van oké. Ik ben het wel gewend omdat ik het buiten ook heb. Ja, het is wel raar. Dat zeg ik tegen Lex ook. Je leeft hier met 13 anderen en soms ben je alleen. Dat heb ik ook vaak, hoor. Ik ben nu ook altijd alleen. Ja. Ja, maar je hebt wel Shell. Weet je wel? Ook niet echt, hoor. Niet? Nee. De laatste tijd niet, hè? Nee, maar ik zie haar alleen als ze in bed liggen. Oh. Verder ben ik er. Wanneer zie je mij met Shell? Ja. Wanneer zie je mij überhaupt met iemand? Ja, maar dat heb ik dus ook. Maar ik vind het af en toe, weet je, omdat ik het buiten ook heb gedacht, ja, heb ik dat hier ook. Weet je, gelukkig kan ik wel met iedereen overweg, weet je wel. Maar het is af en toe best wel dat ik denk van... Het komt wel goed. Het is af en toe best wel dat ik denk van... Poeh, heftig allemaal. Ja, het is ook heftig. En ik probeer gisteren ook zo lief en aardig te zijn tegen Jordi over met toen we die akvietje. Ik heb 2 keer gevraagd van Jordi, mag ik alsjeblieft een knuffel van je? Nee, wil ik. Nee, nu even niet. Ik ben niet in de knuffelmoed. Ik denk, ja, weet je. Maar dan moet je het ook laten gaan. Dus. Maar ik laat het nu ook gaan. Het is wel, wel oké zo. Ja. Gewoon laten gaan zo. Oh, dat doe ik ook. Wat? Laten gaan. Ja. Ja, het heeft geen zin. Nee, het heeft geen zin. Heeft echt geen zin. En dan is het goed zo. Wow. Ja, het is allemaal niks hier zitten. Mensen denken dat het makkelijk is. Het is moeilijk.
Ik kan helemaal ook. Maar elke nacht slaap ik gewoon slecht door die beesten. Nou, ik slaap er echt naar. Je wordt af en toe helemaal net te gek van die. Heb je oordoppen besteld? Ja, ik moest ze doen, maar ja, ik heb zoiets laten. Ja. De maanden hou ik dan ook nog wel even vol. Maar het moeilijkste is hier dat je soms niet alles kan zeggen. Ja, dat is voor iedereen. Ja. Kijk, ik weet nog wel de woorden wat Bill zei. Ja, leer elkaar kennen. Maar dat kan niet. Nee. Je kan elkaar niet door en door kennen om dingen over jezelf te vertellen. Wat je eventueel in de buitenwereld hebt meegemaakt. Dat kan niet. Dat wordt tegen je gebruikt. Ja, kan ook niet. Ja. Of als het niet binnen is, dan is het wel buiten. Ja. Ja, zeg maar als ik het buiten vertel, dan vertel ik het wel tegen de mensen die ik wel vertrouw. Ja. Weet je wel, en tegen wie ik het wel kan vertellen. Ja. Maar hier kan ik het en durf ik het gewoon niet vertellen. Want ja, moet je ook niet doen. Ik zit naar ons te kijken, ik zit naar mezelf in de schaduw te kijken. Staan we hier met die oren? Ja, ik liep de keuken uit. Ik denk, oké, ben ik nu de enige met oren? Ik zie niemand met oren. Nou, laat zitten. Yeah. Ja, ik steun niet. Ja. Kijk, dit, de hele nacht was het weer. Vanaf 4 uur. Ja, ik weet het. Ik heb ze gehoord. Waarom doen die beesten dit? Geen idee. Ik heb ze vannacht ook, omdat ze zo aan het kakelen waren, heb ik nog voer neergelegd. Dat misschien helpt het. Maar ze bleef gewoon rustig zitten. Vreugd. Ja. Hey, nu jij hier toch bent, Dre, ja. Ik wou je eigenlijk ook even apart roepen. Zou je het leuk vinden om samen met mij wat voor Shell te regelen als zij 15 maanden hier is? Ja, tuurlijk. Iets met Michael Jackson, misschien desnoods een lookalike Michael Jackson hier naar binnen. Die is zo geweest. Oh shit. Voor haar? Ja. Ah. Ja, ik heb er ook over na zitten denken, maar ik weet ook echt niks. Ah, kijk, ik wil het even niks. Gaan peilen bij, dat weet je, als jij ook even kan peilen, want ik vind wel... dat er voor haar ook dingen geregeld moet worden, weet je wel, voor de 15 maanden. Kijk, ze is natuurlijk Michael Jackson fan. Maar, ja, ze wil heel graag ze wil dingen wat allemaal echt veel geld kost en niet onmogelijk is. Zeg maar, ze wil Gerard Joling hierin. Ja, dat gaat niet. Dat gaat niet. Dat gaat hij gewoon niet doen. Dat kan ik me wel niet over vertellen. Ja, ik ook. Er zijn zoveel mensen die een Gerard Joling willen boeken. Nou, dan heb je even wel wat centjes nodig. Heel veel. Om even neer te zetten. Ze zegt Gerrit vragen hoe die Gordon hier heeft geregeld voor haar. Die is hier ook geweest voor haar. Maar of je het nog een keertje doet, dat weet je natuurlijk ook niet. Je kan nee, het maar het is wel de maat van Gerard, toch? Ja. Ik moet wel even... Gerrit moet even zo de DJ-boete daar en zo al neerzetten. Want hij neemt natuurlijk zijn muziek mee. Wie? Mickey? Ja. Yeah. Oh. Kan je niet beter gewoon die stereo voor Friend doen? Nee, maar we hebben hem toch nodig daar vanavond. Hoe laat komt hij? 12 uur. Oh. Dus als we daar al alles neerzetten, ook meteen zo snel. Ja, ik hou niet van kolen. Dat is heel beter. Ja. Moeten we vanavond maar weer aantrekken? Nou, iets warms. Ik ga niet... niet helemaal in classy, hoor. Oh, ik ga wel mijn... Ik ga wel de 4 uur, ga ik gewoon wel weer mooi, maar... Ik moet even nieuwe hakken bestellen, want ik kan niet op die hoge hakken elke keer lopen. Ze is hier te hoog. Ik kan hier gewoon niet op hakken lopen hier. Nee, kan ook niet. Daarom kwam mijn pumps binnen. Ik heb ze daarna niet meer aangehad. Trek mijn laarsjes. Alleen Milena kan het. Ja, maar Milena heeft dikkere hakken. Dan kan ik ook lopen. Ja, maar ik heb ook niet stijf van die dunne hakjes. Ja. Dat is wel moeilijker. Ja, jongens. Het is ook helemaal grauw geworden. Het is roze. Ja, wordt die grauw. Ik ga die nieuwe jurk alleen maar op de hand wassen nu. Inclusief alleen maar. Mijn gezicht. Alleen maar op de hand ga ik het wassen. Ik moet het ook echt niet meer doen, jongen. Ik ga het echt allemaal chillen. Nieuwe dingen allemaal. Wat hebben jullie gedaan dan? Nou, gewoon muziek geluisterd, gechilled, gelachen, gepraat. Waar boven in de silo? Ja, eerst boven. Toen zaten we op de bank. Zaten we wat waren we aan het eten. Hoe laat tot te laat hebben jullie wel gechilled dan? Tot 3:30. Jezus. Daar ben ik nog aan draaien. Ja, nog niet. Maar we hebben nog een avondfeestje. Misschien moet je vanmiddag even liggen anders. Ik denk het wel, want dat ga je niet trekken anders. Tot hoe laat is dat feest? 11:00, van 8 tot 11:00. Best wel laat. Het valt allemaal. Ik ben nog jong. 25. Dat moet wel aan. Ja, ik ben 38, zeg ik. Ja. Zo voel ik me ook. 27. Oh, nee, sorry, ik kan niet door als 27. Nee. Er komen nog nieuwe dingetjes op. Verrek, kijk.
Ja, jongen. Het is wel lekker hier. Moeten ze weer een tafel neerzetten? Nou, ik wil eigenlijk daar gaan zitten. Nou, we gaan even lekker op de lounge zitten. En dan gaan we zo over een half uurtje even die spullen klaarzetten, denk ik. Dan ga ik even een half uurtje nog draaien. Ja. Denk ik. Toch? Ja. Goh, ik heb